Er zijn geen regels voor deze collectie. Wij hebben klassieke patronen met grafisch patroon gecombineerd. En daarmee hebben wij onze eigen interpretatie gegeven aan de vintage trend. Vintage is een hele mooie stijl, omdat je het heel goed kunt combineren in verschillende interieurs. Van zowel klassieke interieurs tot de meer moderne. Wij hebben like, drie groepen van patronen: Hints of Colors, Tone on Tone en Shade. Hints of Colors bestaat uit een aantal hele uitgesproken expressieve kleuren. En is dus heel erg geschikt voor mensen die durven te kiezen voor kleuren in het interieur door bijvoorbeeld een vloerkleed op maat toe te passen. Tone on Tone bestaat uit een aantal verschillende patronen in een wat rustigere kleurstelling. Dus het zijn mensen die wel durven kiezen voor een patroon, maar een iets neutralere basis in hun interieur willen. In tegenstelling tot de andere groepen zijn bij Shades de patronen vervaagd in de achtergrond. Ze hebben een grijze variant die een hele stoere uitstraling van de betonlook geeft. Wat ik altijd mooi vond in vintage is de ruwe effecten, de doorleefde structuren. En daar ben ik mee aan de slag gegaan en heb ik vertaald naar deze collectie. Met Tone on Tone kun je heel veel kanten op. Zo kun je kiezen voor een luxe uitstraling door bijvoorbeeld te combineren met koperaccessoires. Maar je kunt ook de hele natuurlijke basis houden door te kiezen voor hout. Bij Hint of Colors hebben we gekozen voor de combinatie met kleurrijke accessoires. Zo kun je een heel mooie vaas kiezen die aansluit bij een van de accentkleuren uit het tapijt. Shades is een erg stoer tapijt. Dat kun je heel mooi combineren met rustige accessoires, waardoor je een hele mooie balans in je interieur kunt krijgen. Met deze collectie hebben we de mogelijkheid willen bieden om op een hele makkelijke manier een hele andere sfeer in je woonkamer te realiseren. En daarmee is het een tapijt die geschikt is voor iedereen.